So, da sind wir wieder, meine Fahrradfreunde. Ja, excusez-moi, ich meine, Entschuldigung vor der Video von der Floch, von gestern. Ja, der Floch, das habe ich nicht gut abgerundet. Dass meine Kamera was full, ja, der harte Scheif. Was ganz cool, so ich kann nicht mehr Video machen, aber nur soll ich was Video machen. Und du kannst hier sehen, dass im Sommer es sehr schön ist, ein Baby Kissen zu geben. Ja, danke schön, Rika. Ja, da sind wir wieder. Ja, ich soll mal in het Nederlands verder gaan, hè, want ja, het Duits is echt leuk. We zijn dus, ja, ik zit de hele tijd in Duits te denken. Ik praat ook Duits tegen Rika en ja. Auch gegen meine Liefeke. Das ist meine Frau. Und da gaat ein anderer Kipp. Want wir sind hier auf einem Naturcamping gelandet. In Belgien. Ich muss even vanaf Beginn beginnen. Wir sind von die Roeroeverraadweek zijn we dus ja, vanaf gegaan op een gegeven moment, zo hop, naar de Venbaan. En ik kan jullie vertellen, beste fietsliefhebbers, dat als je dus met een kind van 10 maanden en een vrouw op vakantie gaat op de fiets, dan is die Roeroeverraadweek wel een uitdaging gebleken. Want we zijn op de Venbaan terechtgekomen en dan zie je heel veel fietskarretjes met kindertjes en dingetjes. Op die Roeroever, keiner. Dat was dus ook best wel een grotere opgave, zeg maar. Met steile hellingen, stenen, opvliegende stenen, steile afgronden waar je vlak langs moet gaan en zo. Dus ja, we hebben dat goed gemaakt, ja. En dat kan men niet zeggen van Duitsland, dat is voetbalteam, hè? Dat hebben dat niet goed gemaakt. Maar dat is weer een ander verhaal. Goed, ja, vandaag, heute zijn we dus op een natuurcamping terechtgekomen. En dat ziet er echt aan de geul in België, ik zeg niet waar, maar ergens afgeweken van die Venbaan, richting Eupen, hè? Ja, naar ietsje noordelijker. Ietsje noordelijker. Richting Kelmis. Richting Kelmis. En dan loopt hij wel weer in de hoogte, een grote hoge snelheidsbrug met een trein die voorbij komt, raast voorbij. Maar voor de rest, zeer schön hier. Und ja, we zijn nu 9 dagen onderweg. 9 dagen. En ik zal even laten zien dat je, ja, wat je zo na zo'n fietsdagje wel zin hebt, is lekker fruit, en, natuurlijk een biertje, tomaten, chips. Alles wat je maar kunt eten wil je hebben. Maar na 9 dagen onderweg, van 7 dagen fietsen, zou je kunnen zeggen, lieveke, wat zou je kunnen zeggen? Na 9 dagen onderweg en 7 dagen fietsen, zou je kunnen zeggen dat je best wel een beetje moe bent. Maar ook wel voldaan. Okay. En ook stiekem, ik heb stiekem wel ook zo vanochtend zoiets van, omdat we weer richting huis gingen, dat ik dan mijn eigen bed ging ruiken. En dacht van, oh lekker, kom mijn fietsen door en slaap ik vannacht in mijn eigen bed. Dus, maar dat doen we niet, we zijn op een prachtige camping, lekker plekje aan de deur. En er blijven we nog een dagje. We mogen weer rustig. Ja. Gaan we chillen. Precies, de 9e dag wordt dat. En dus de 10e dag gaan we nog een keer fietsen en dan zijn we weer thuis. Dus 10 dagen, beste mensen, is een heel mooi periode voor zo'n fietstocht. Oké, nou dan wil ik dus afsluiten. Nou ja, morgen ook nog even natuurlijk. Maar in ieder geval, de volgende vloggen zullen we misschien met meerdere kinderen deze tocht ondernemen. En dan in de regen. Ik bedoel, u wil ook eens wat anders horen, hè? Dan alleen maar zonneschijn en... maar, wat? Oh ja, die roze geur und die Sonnenschein. Oké, heute, meine Freunde, bis morgen, ja? Tschüss! Ja, ze spreken hier namelijk ook Duits in België, ja?